jij een rode draad in onze generatielijn? Ja. Ze zijn niet stommer als ik. Is dat je antwoord? Ja. Prima. Door de structuur die erin zat, werd er ook niet nagedacht over het feit of er zoiets kon bestaan als hoogbegaafd. Je was slim of je was dom. Wij waren, vond men, redelijk slim. En we moesten dus ons ook aanpassen aan de structuren die we geboden kregen. En dat deden wij. En ik denk dat het heel belangrijk is dat politici leren luisteren naar mensen die weten waar het over gaat. Dus luister naar mensen die bezig zijn met hoogbegaafdheid. Luister naar mensen die zelf kunnen vertellen wat het voor hen betekent. Dat zijn zaken die erg belangrijk zijn. En maak daar dan beleid op. Ja, wat ik gemist heb is vooral de kennis en het begrip voor het anders zijn van mij en ook de kunde om daarmee om te gaan. Welke hulp heb je van ouders en anderen gekregen? Het gezien worden en het geaccepteerd worden zoals je bent, heb ik wel gemist in de maatschappij. Gelukkig was dat in mijn gezin wel en ben ik opgegroeid met wel gezien worden en wel begrepen worden en daar iets mee doen. Mijn ouders blijken nu, toen was dat nog niet, maar nu ook hoogbegaafd te zijn, waardoor zij mij dus wel begrepen. Zij hadden alleen nog niet de tools om daar echt iets mee te doen om mij verder te kunnen helpen. Dat merk ik bijvoorbeeld aan mijn schoolcarrière, die begonnen is met een advies voor gymnasium. Maar uiteindelijk heb ik een MAVO, een huidige TL, afgemaakt. En ik gun mijn eigen kinderen om die tools wel te leren en te kunnen gebruiken. Wat zou ik kwijt willen tegen de politicus voor de toekomst? Neem het hoogbegaafdheidstuk, het hoogsensitieve stuk wat daarbij hoort, serieus. Luister naar de mensen die er ervaring hebben. Mensen uit de praktijk. Wat zij te vertellen hebben, komt direct vanuit hun hart en direct vanuit hun ervaringen. Neem dat mee in het maken van plannen. En zoiets als dit debat is daar een mooi voorbeeld van, waarin politici en de mensen die het meemaken, samen in gesprek gaan. Ja, ik merk dat mijn gedachten vaak sneller gaan bij andere dingen. Ook toen ik naar school ging, dacht ik, yes, ik ga leren schrijven en lezen. Maar toen gingen we spelen en dat vond ik niet leuk. Welke leerbehoeften heb je? Ik zou graag creatieve projecten willen werken. Met creatieve projecten willen werken. Die uitdagend en vernieuwend zijn. Hoe gaat het met je? Nu gaat het best wel weer goed, maar het zou beter kunnen door leerkrachten die me begrijpen en me zien staan. Goedemiddag allemaal. Welkom bij dit debat. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, we gaan het hebben over hoogbegaafdheid, zoals je al begreep uit het filmpje wat we net lieten zien. Want we willen graag onder de aandacht brengen, door middel van dit debat, dat er heel veel jongeren en kinderen op de een of andere manier niet slagen in het onderwijs. Ik ben zo al mee bezig. Skiën, zwemmen, hardlopen, lezen, gamen en 8 sledehonden. Oh, want die sledehonden, dat vind ik natuurlijk wel interessant. Wat doe je daar precies mee? Op de kar in het bos trainen. Oh. Maar die honden zitten dan op een kar en jij loopt ervoor? Nee. Oh nee, andersom. Hoe staat dat? Oh ja, die honden moeten niet trekken jou dan op de kar. Oké. Okay. Nee, de honden die staan voor de kar. Ja. En ik zit dan op de kar. Oh. En dan trekken die de kar vooruit. En gaat dat hard? Ja. En hoe gaat het op school? Klein beetje goed. Want hoe ging het toen het niet goed ging op school, wat gebeurde er toen? Thuis blijven. Oh, en hoe voelde dat? En ik voelde me niet zo lekker toen, al heel vaak. Wat had je dan? Je voelt te makkelijk. Oh, je voelt het op school te makkelijk, maar waarom ging je moeder naar de dokter? Had je hoofdpijn of was je gebeten? Ik had buikpijn. Oh. Een kort begon over te geven en viel een paar kilo af van het ziek zijn. Oh, echt? Ja. Dus je had niet alleen een beetje buikpijn, want
Wat je soms hebt als je een beetje zenuwachtig bent, maar je moest echt overgeven. Ja, en koorts. Ah, waarom gaat het nu wel beter op school? Omdat ik heb een klas overgeslagen. Ja. En ik heb eigen werk. Ah. En ik mag Japans doen. Japans? Ja. Oh, dat ben je nu aan het leren? Ja. Spaans, Engels en Engels. Oh, kan je al iets in het Japans zeggen? Ja. Oh, zeg maar. Konnichiwa. En dat betekent? Hallo. Oh, wat zou school nog leuker maken? Dat ik, als ik het al kan, nog een nieuwe hoef te halen. Oh ja. Dat ik niet dezelfde dingen moet doen als de klas. Hmm. En ik hoorde ook dat jij nu naar een talentengroep gaat. Wat is dat? Daar is een klas, ja? Allemaal hoogbegaafde kinderen zijn. Ah. En daar is het dan, neem ik aan, niet allemaal te makkelijk voor jou, toch? Nee. Nee. Daar heb ik Spaans, ja? Raadsels. Oh, leuk. En wat wil je laten worden? Een bioloog. Ja. Dankjewel. De afgelopen 4 jaar ben ik woordvoerder onderwijs geweest. En juist deze groep kinderen heeft mij ontzettend gegrepen. Omdat ons schoolsysteem totaal niet passend is voor deze groep kinderen. Omdat ze dan geduwd worden in een malletje. Wat niet past bij de denkwijze die ze hebben. Hoi, ik ben Tibbe. Ik ben 9 jaar en gek op vissen. Ik ben bezig met het opzetten van mijn eigen bedrijf. En wil vissen gaan kweken, zelfgemaakte kaarsen gaan verkopen. Mijn startkapitaal heb ik bijna bij elkaar gespaard. Ik zou ook meedoen aan het debat, maar deze week kwamen opeens alle herinneringen terug. Van mijn vorige school en alles wat daar gebeurd is. En ik werd heel erg verdrietig en durfde niet meer mee te doen aan het debat. Dat vind ik heel jammer, want dit is misschien wel iets wat je maar once in a lifetime meemaakt. Maar ik kan dit gewoon niet. Ik heb alle herinneringen uit mijn hoofd gezet. En nu ik er weer veel over praat, komt alles weer terug. En dat wil ik niet. Het doet te veel pijn. Ik moet er te hard van huilen. Ik ben al 2 jaar heel erg ziek door school. Ik werk er hard aan om beter te worden. Maar de nare herinneringen zijn er nog steeds. Ik vind echt dat er veel meer gedaan moet worden voor ons. Want we willen wel heel graag naar school. Maar soms is het zo erg op school voor ons dat het gewoon niet gaat. Dan worden we ziek en kunnen we niets meer. Gewoon van naar school gaan, ziek worden. Hoe erg is dat? Dus, jullie moeten ons echt helpen. Ik wil niet langer ziek worden van school, maar ik wil leren en weer zelfvertrouwen krijgen dat ik het wel kan. En help daarbij ook alsjeblieft alle juf en meesters om ons beter te leren begrijpen. Ja, dat is eigenlijk waar passend onderwijs natuurlijk voor bedoeld is. Dat elke kind op de best passende plek in het onderwijs terechtkomt. En dat lukt zeker voor deze groep helemaal niet. Nee. Samenwerksverbanden hebben geen idee wat ze ermee aan moeten. En trekken het liefst hun handen af van deze groep. Ik heb niet echt ervaring met het onderwerp persoonlijk. Ik ken het wel uit mijn familie. Ik heb een nichtje die is hoogbegaafd. Zij is net zo oud als ik. En haar kind is ook hoogbegaafd. En wat mij daarbij heel erg opviel was hoe moeilijk het is om erachter te komen dat je hoogbegaafd bent en dan vervolgens wat je nodig hebt in het leven om gewoon mee te kunnen doen. Als er iets aan de hand is, moet er een plek zijn waar ze terecht kunnen. Hoe we dat de beste vorm kunnen geven. Nou, ik ben er nog niet van overtuigd dat het samenwerksverbanden zijn, maar het moet wel ergens. Ik zag een jongetje dat echt daadwerkelijk gewoon letterlijk ziek wordt omdat hij op school niet goed in zijn vel zit. Isabeau, ik wil jou even het woord geven. Ja, ik heb ook zelf best veel ervaring gehad op de basisschool met echt ziek zijn. Heel vaak ging ik dan onder het bed ook verstoppen. Of ik verzon elke dag wel een nieuw verstopplekje. Dat ik gewoon niet hoefde te gaan. Maar het moest wel gewoon. Want dat is wat er verwacht werd. En ik heb het best lang volgehouden dat ik wel met buikpijn naar school ging. En ik denk dat het vanaf de 3e was op de middelbare school ook gewoon echt niet meer kon slapen s'nachts door alle gedachten over school. Mm-hmm. En ik wist ook helemaal niet dat ik slimmer was dan de rest. Ik dacht juist dat ik helemaal niet zo slim was. Ik heb dan ook een tekening van gemaakt. Maar sommige mensen vinden me een beetje heftig. Maar voor mij is dit gewoon hoe ik me van binnen voelde.
maar ik liet daar niks van zien. Het is echt super moe en alles is heel warrig. En ja. Ik wilde eigenlijk schreeuwen, maar er kwam geen geluid uit eigenlijk. Nee. Kan jij aangeven waar die buikpijn dan precies, of dat niet lekker voelen precies vandaan kwam? Ja, ik denk dat ik het nooit helemaal zeker zal weten, maar ik denk dat het vooral heel veel te maken had met dat ik vaak alles wat ik op school deed, deed ik zodat andere mensen daar tevreden van werden. Ik deed het niet echt omdat ik daar zelf heel gemotiveerd voor was, maar meer om gewoon het beeld van mezelf goed te houden. Maar ik vond het ook meestal niet zo belangrijk wat ik aan het leren was. Omdat je het toch snapte? Ja, soms wel, soms ook niet. Maar meestal was het vervelende vooral dat ik merkte dat er veel belangrijkere dingen in de wereld waren waar we gewoon niet over praten. Nee. Nee, als je bijvoorbeeld een sommetje aan het maken was, dacht je, ja, maar de Amerikaanse verkiezingen zijn aan de hand. En ja, precies. Veel belangrijker. Dan ga ik je niet stom wiskunde. Ja, begrijp wat je zegt. Ilko, jij wilde ook iets voorlezen. Weet je eigenlijk wel hoe verschrikkelijk het is als je jarenlang hebt voorbereid op het voorgezet onderwijs en je dan op het laatste moment afgewezen wordt? Ik zal het u vertellen. Net zo erg als u per direct nu ontslagen wordt van uw baan, die krijgt u nooit meer terug. Ik ben gelukkig niet aan mezelf gaan twijfelen, maar veel andere kinderen wel. Ik ga volgend jaar gewoon proberen om naar het tweede VWO te gaan, want ik laat me niet nog een jaar verscheuren. Ik doe er alles aan om alle vakken te beheersen en nog veel meer. Ondernemen, projecten, chillen met mijn vrienden. Ik ben daarentegen daarin niet te stoppen. Op jonge leeftijd had ik een longontsteking. Veel ziek, onderzocht op een hersentumor. Waarom? Omdat niemand luisterde. Daar heb je al een ding waar je iets aan kan doen. Docenten moeten gaan luisteren naar alle kinderen. Want dat is waar ze ook betaald voor krijgen. En ik werd vroeger ook heel veel gepest. Maar die tijd is nu voorbij. Want ik liet zien wie ik was. Ik ga geen aapje meer spelen, want daar ben ik echt klaar mee. En hij vertelde mij over iets wat ik eigenlijk hier ook hoor, namelijk dat hij soms elke dag zat te twijfelen van moet ik nou mijn kind die heel erg opziet tegen school en soms echt buikpijn heeft en soms echt een beetje in paniek raakt, ja, die moet ik naar school brengen, maar als ik hem thuis hou, dan krijg ik de leerplichtambtenaar op de stoep. En dat is volgens mij wel iets waar heel veel van deze ouders ook mee zitten te worstelen. Je hebt in Nederland leerplicht. Maar ja. Wat moet je nou op het moment dat je kind inderdaad bijna in paniek raakt als hij of zij naar school moet gaan? Ja, wat gaat er volgens jou mis? Wat is het probleem? Nou, wat ik ook wel een beetje in deze gesprekken hoor van de kinderen, is dat ze aangeven dat ze graag begrepen willen worden. En ik zie dat ook in de chat. Hoe fijn is het als je iets zegt en andere mensen begrijpen jou? En als leraren die soms een hele volle klas hebben, ook niet aangeleerd krijgen hoe zij kinderen die hoogbegaafd zijn goed kunnen helpen, ja, dan voelt zo'n kind zich onbegrepen en eenzaam. En ik heb de indruk dat dat bij veel van deze kinderen ook speelt. Ja. En dat gaat er in ieder geval niet goed in het onderwijs bij ons. Nee, want als ik zou al willekeurig jullie vraag aan de drie politici van hebben jullie de affiniteit mee, dan ja, iedereen of is het zelf of kent wel iemand. Dus je krijgt daardoor ook wel het gevoel dat het geen klein probleem is, maar echt iets wel wat, nou ja, wat breed aan de hand is. Ja, en nog breder, ik denk dat we in Nederland hebben goede leraren die goed les kunnen geven, maar nog te weinig oog hebben voor verschillende manieren waarop kinderen kunnen leren. Wat reageer eens op die stelling van, nou ja, dat terwijl als je met je werkgezondheidsklachten hebt, dan is er een bedrijfsarts en ga je een heel traject in. Maar bij school is dat niet. Nee, en dat heeft er natuurlijk mee te maken dat denk ik nog vaak niet gezien wordt. Dat kinderen dus echt ziek kunnen worden of buikpijn hebben of hoofdpijn. Nee. Misselijk kunnen worden van het idee dat ze naar school moeten gaan. Maar we moeten eigenlijk natuurlijk het onderliggende probleem aanpakken. We moeten natuurlijk voorkomen dat je hoofdpijn krijgt of buikpijn krijgt als je naar school gaat. We moeten zorgen dat kinderen graag naar school gaan. Hè? Graag willen leren. Dat horen we trouwens ook terug. En daar moeten heel veel
stappen nog ingezet worden. Ja, ik hoorde laatst ook iemand zeggen dat we in Nederland eigenlijk geen leerplicht hebben, maar een schoolplicht. Ja, dat is ook zo. We hebben veel te weinig houden we rekening met verschillende manieren waarop kinderen kunnen leren. Ja. Ik wilde naar Tijn toe. Tijn die wilde ook graag wat voorlezen. Hallo allemaal. Ten eerste wil ik het zeggen dat ik het heel spannend vind. Ja. Maar we gaan het gewoon doen. Nou, ik ben Tijn. Ik had me net al voorgesteld. Ik ben uitgevallen op het schoolse onderwijs. Ik zit nu al anderhalf jaar thuis. Ik ben midden uitgevallen op school omdat ik vond dat ik niet begrepen werd. Ik werd niet gezien en niet begrepen. Daardoor kreeg ik lichamelijke klachten. Ik stopte letterlijk met groeien. Ik was heel vaak boos thuis. Daardoor veranderde de thuissituatie thuis ook heel vaak. En dan moest helaas het hele gezin ook onder lijden. Oh, en ja. Mijn zusje die wou ook nog het verhaal doen, maar dat kwam nu niet uit, dat wou ze niet doen. Dus dat doe ik nu voor haar. Maar om het voor jullie nog duidelijker te maken, wil ik de klachten meenemen die ik van mijn zusje had. Hij had heel vaak een onverklaarbare buik- en hoofdpijn. Hij woog met 7 jaar nog maar 14 kilo. Ook heeft ze heel vaak gezegd dat ze eigenlijk niet meer wilde leven. Dat was mijn verhaal. Ja, ja, als je dat zo vertelt, kan ik me voorstellen dat het hele gezin er dan ontzettend onder leed. Heel fijn, dus... Ja. Ja, Sylvana, als je deze verhalen zo hoort, dan je krijgt het gevoel dat... Er is natuurlijk een bepaald systeem. Ja, zo werk je nou eenmaal met een land, dat je een systeem ontwikkelt. Maar wat ik de hele tijd het gevoel krijg als ik die kinderen hoor, is dat ze op een of andere manier vast komen te zitten in dat systeem. En dat systeem wat je eigenlijk zou moeten helpen, dat het je eigenlijk juist tegenwerkt. Ja, dat zie je natuurlijk wel vaker in dingen die heel groots georganiseerd worden, zoals het onderwijs. Maar wat mij vooral opvalt, eigenlijk een aantal dingen. De fysieke klachten die optreden bij jullie, bij de kids hier, omdat je mentaal niet begrepen wordt, zeg maar, of op intelligentieniveau niet begrepen wordt. Daar schrik ik ontzettend van. Ik krijg echt kippenvel overal als ik een jong mens hoor zeggen, ik wil niet meer leven. En dat komt dan door een systeem dat we met elkaar ontworpen hebben, waarbij we eigenlijk ervan uitgaan dat iedereen hetzelfde is. En bij hoogbegaafdheid kan ik me voorstellen dat ook de onbegrepenheid heel frustrerend moet zijn. Natuurlijk de onbegrepenheid in jezelf. Waarom reageert mijn lijf zo? Waarom voel ik me zo? Maar ook van een school waar je eigenlijk als kind thuis moet voelen, veilig moet voelen. En ervan uitgaat dat alles geregeld is. En dan nog kort het volgende. We hebben in Nederland leerplicht. Maar we hebben geen leerrecht. En dat is wat ik heel jammer vind. Want je kunt zeggen we hebben schoolplicht. En dan gaat het om of je... per se in een gebouw moet zijn om onderwijs te volgen. En ik vind het verschrikkelijk als ik hoor dat jonge kinderen thuis komen te zitten, omdat het eigenlijk zegt, je mag niet meer meedoen of je kan niet meer meedoen. Zoek het maar uit en dan kom je in de knel met de leerplicht. Terwijl we eigenlijk zouden moeten uitgaan van, hey, we hebben hier een kind dat recht heeft op onderwijs en als overheid is het onze taak om te kijken, hoe kunnen we dat bieden? Nou, dat vraagt om maatwerk en dat vinden we in Nederland vaak ingewikkeld. Want maatwerk kun je niet in een malletje gooien. Het is natuurlijk, ik ben al wat ouder, en als je dan terugdenkt aan je jeugd, dan voel ik vooral onbezorgdheid. En het feit dat je, omdat je hoogbegaafd bent, niet onbezorgd kunt zijn, ja, dat doet me gewoon verdriet. Ik wist wel dat ik anders was dan de rest, maar ik wist niet per se hoe dat was. En in, volgens mij, groep 5 was ik getest. En ik wist eigenlijk ook niet heel erg goed wat hoogbegaafdheid allemaal inhield. Ik dacht echt een paar jaar gewoon dat alleen maar was dat ik slim was. Maar ik wist niet dat al het andere daar ook echt door kwam. Dat ik ook sociaal moeite had en gewoon dingen. Dus maar met de loop van de jaren, ook toen ik naar een hoogbegaafde school kwam, dat er andere kinderen waren die het zelf hadden meegemaakt, dat ik me wel heel begrepen voelde. Bij het debat over gezondheid hier, is dat je niet alleen te maken hebt met dingen die je direct heel duidelijk ziet. Bijvoorbeeld buikpijn, zeg maar, dat is nog iets duidelijker. Maar dat je ook bijvoorbeeld hebt, is wat ik ook heb gehad, is dat je de verveling, dat schaadt ook jouw gezondheid. Dus ik heb bijvoorbeeld een bore-out gehad. Dus dat is eigenlijk dat ik richting burn-out klachten, omdat ik me zo erg verveelde op school.
En ik denk dat daar ook het leerrecht heel erg op aansluit. Zo van, het is niet alleen zo van, ik wil op mijn manier les krijgen, maar ook gewoon op mijn niveau. En dat is het belangrijke, want zodra je op het moment dat jij niet les krijgt op jouw niveau, dat je dan gaat vervelen. En dat is ook heel slecht voor je gezondheid. Ik weet nog dat ik in die tijd, nou goed, daar word je echt heel ongelukkig van. Ja, ik wil eigenlijk alleen maar zeggen dat ik heel erg onder indruk ben van hoe goed de kinderen dit kunnen verwoorden. Voor mij is het 30 jaar geleden dat ik op de basisschool zat en daarna naar de middelbare school ging. Ik heb dezelfde dingen meegemaakt, dus ik herken heel sterk wat de kinderen zeggen. Bij mij heeft dat zelfs geleid tot automutilatie zelfs. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik terugkijk, ik denk niet dat ik zo goed had kunnen verwoorden wat het nou precies was bij mij. En waarom ik me nou zo slecht voelde en ziek was en niet naar school wilde. Dus ik vind het echt heel knap dat jullie dat heel goed kunnen verwoorden. Want het is niet makkelijk. En zeker niet omdat je, kan ik me zo voorstellen, niet begrepen wordt. En je dus ook jezelf eenzaam kunt voelen. Om te beginnen. Knap hoe iedereen ook zijn eigen verhaal heeft kunnen verwoorden net. Bij Digibende zien we en spreken we heel veel jongeren en kinderen die uitgevallen zijn op school. En, of dreigen uit te vallen. En wat opvalt is dat van de kinderen die een diagnose hoogbegaafd hebben gekregen, dat je bijna altijd hoort, ja, ik wil eigenlijk niet dat stempel hebben, of ik wil eigenlijk helemaal niet hoogbegaafd zijn, ik wil gewoon normaal zijn, ik wil erbij horen. En je merkt dat als we praten over aanpassingsvermogen, dat iedereen altijd heel erg zijn best doet, in eerste instantie, om er gewoon bij te horen. En ik vond dat, wat Joost net ook mooi aangaf, dat klachten daardoor ook misschien niet direct zichtbaar zijn. Vervolgens hoor je vaak dat scholen toch vanuit beste bedoelingen dingen gaan proberen. En op basis van trial and error wordt dan gekeken of iets dan wel of niet werkt. Heel vaak hoor je dan dat er heel veel pogingen nodig zijn om erachter te komen dat het niet lukt. Wat ook steeds maar weer benadrukt, of eigenlijk voor het kind de indruk geeft, er is iets mis met je. We kennen allemaal de uitdrukking wel, ben je echt ziek of ben je schoolziek? Wat eigenlijk zou betekenen dat dat niet echt ziek is. En ik denk dat alle ervaringen ook die we net gehoord hebben, dat wel degelijk reëel is. En dat we dat ook zien met z'n allen. Maar dat dat op dit moment zeker nog niet wordt erkend zoals dat bijvoorbeeld in het bedrijfsleven wel gebeurt. En daar moeten we wat mee.